En Wout heeft een extra omhelzing gegeven net, of niet? Ik, Wout? Ja? Ja, wij allemaal, denk ik. Eco, die gefeliciteerd. Dank je wel. Heb je ooit het gevoel gehad dat het mis kon gaan in het veld? Als je 1-0 achter staat, dan gaat er van alles door je heen. Maar ik denk dat we veel controle hadden, zeker in de eerste helft. In de tweede helft hadden we wel een fase dat zij ons wel een beetje terugduwden zeg maar, op het veld. Dus dat was misschien wel de enige fase waarin je dat zou kunnen voelen of denken. Maar ja, op het veld, om eerlijk te zijn, ervaarde ik gewoon dat we gewoon de goede controle hadden. Maar dat we gewoon wat klinischer moesten zijn voor de goal. Ik denk dat we als we in het einde van de eerste helft die kansen benutten, dat we wat sneller kunnen uitlopen en dat het wat gemakkelijker wordt. En Wout heeft een extra omhelzing gegeven net, of niet? Ik, Wout? Ja? Ja, wij allemaal, denk ik. Nee, ik denk alle wissels die erin kwamen vandaag hebben gewoon uitstekend werk verricht. En dat is ook waarom we zo'n goede groep zijn. Ik denk dat we gewoon veel kwaliteit kunnen brengen, ook vanaf de bank. Wat nu maar weer blijkt dat het gewoon heel belangrijk is. En daar zijn we blij mee. En vandaag was het Wout die er dan weer een maakt. Super blij. Cody, gefeliciteerd. Je maakt op het WK natuurlijk ook een doelpunt. Dan juichen er een paar honderd oranje fans nu een stuk of 15, 20.000. Hoe voelde dat? Ja, ik moet zeggen dat er waren veel oranje fans. Ik denk dat we allemaal de support voelden op het veld. En dat is alleen maar fijn. Zij zijn ook... Door hen hebben we ook door die zware periodes hebben we die kunnen doorstaan, laat ik het zo zeggen. En we hebben ook gewonnen, ook voor hen, voor het hele land natuurlijk. Maar super blij dat ze hier waren om ons te supporten. Ben je nou positief gestemd richting Frankrijk, wat natuurlijk nog iets meer kwaliteit heeft dan de Polen? Of maak je ook wel een beetje zorgen? Ik denk dat dat gewoon een hele andere wedstrijd op zich is. Natuurlijk weet je dat Frankrijk nog meer kwaliteit heeft dan Polen. Maar zij spelen ook weer anders en daar vallen weer andere ruimtes. En wat ik zeg, dat is een wedstrijd op zich waar we ons gewoon heel goed voor moeten voorbereiden. En het beste gewoon ervan moeten maken. En ook in die wedstrijd willen we gewoon winnen. Dus daar moeten we ook gewoon voor gaan. Cody, gefeliciteerd. Is deze wedstrijd, geeft deze nog aanknopingspunten om iets te veranderen tegen Frankrijk? En waarom werd je gewisseld? veranderen in de zin van? Omdat Frankrijk iets andere tegenstander is dan... Ik denk dat... ik snap wat je bedoelt. Ik denk dat dat aan de trainer is die dan weer Frankrijk moet... een technische staf die dan weer Frankrijk moet analyseren. En vanuit daar gaat de trainer natuurlijk zijn beslissingen maken. Dus dat kan zijn dat er andere spelers gaan spelen. Dat we anders gaan spelen. Dat is niet aan mij. En waarom ik werd gewisseld, dat weet ik niet. Nee, ik was niet geblesseerd. Nee. Ja, Cody, wanneer beslis je eigenlijk of je op doel gaat schieten of nog verder combineert? Want er waren best wel veel momenten waarin je voor de keuze stond, hè? Dat ligt helemaal aan de situatie. Ik denk, als ik naar binnen dribbel en er staat niemand voor mijn neus, dan wil ik graag schieten. Maar vaak is dat niet het geval, helaas. Dus we weten natuurlijk dat Denzel vaak de goede loopactie heeft in de tweede paal. Je weet dat Tijani en Joey goed op goal kunnen schieten. Dus eigenlijk heb ik heel veel mogelijkheden. Mem die in de bal komt, die ik eventueel kan aanspelen voor een 1-2. Heel veel mogelijkheden en het is per situatie anders. En dan is het aan mij om de juiste keuze te maken. Sommige situaties heb ik de goede keuze gemaakt, denk ik. En in andere situaties kon ik misschien een betere keuze maken. Want als je altijd de beste keuze maakt, dan scoor je ze allemaal. Dus dat is niet gebeurd.